Ik vind het vooral interessant Misschien... om te zien dat die partijen die het hardst erop achteruit zijn gegaan in de, in de campagne, dat die zich, gedragen, trouwens, ja. die zich gedragen alsof ze helemaal geen les te trekken hebben. En je merkt dat ook, hè? Allee, als ik heel eerlijk mag zijn, ja. je merkt dat ook, dat gebrek aan, reflectie, aan die reflectiezin bij ons is is dat de aanleiding naar een oefening? Hoe gaan we ons dan oriënteren op de toekomst? Bij anderen is het hardnekkig vaststaan aan recepten die net zijn afgestraft. En die Vlaamse regering die een rot slechte start heeft mm -hmm. genomen, illustreert alles wat fout is gelopen qua beleid door ze nog harder door te zetten. Ik begrijp dat niet.